Oma Brit leest voor. Verhalen van Ot en Sien, geschreven door Jan Lichthart en H. Scheepstra en geïllustreerd door C. Jetses. Een spin. Ot is in de tuin en wat ziet hij daar? Een spin. Wat een groot beest is dat. Die moet hij eens goed bekijken. Wat zit die spin stil? Zou hij dood zijn? Ot steekt zijn hand al uit om de spin te pakken, maar hij doet het toch niet. Hij durft niet zo goed. Als ik nou een stokje had, denkt hij. Oh, wacht, daar ligt een strootje. Dat kan ook best. Ot pakt het strootje op en raakt daarmee de spin heel even aan. Oeh, verschrikt trekt Ot zijn hand weer terug. Zo vlug loopt die spin weg. Over het web loopt hij. Dat is net een ladder. Oh, kijk nu eens. Die spin hangt aan een draad. Hoe kan dat? Waar haalt hij die draad vandaan? Ot weet het niet. En wat is dat nu weer? De spin klimt omhoog tegen de draad op. Maar dan is die draad weg. Eet de spin de draad op? Nu is de spin weer terug bij zijn web en hij rust even uit. En dan loopt hij weer verder, over de draadjes van het web, tot in het midden. En daar blijft hij zitten. Heel stil weer, net als zo pas. Ot kijkt en wacht, maar er gebeurt niets. Ot kijkt heel lang. De spin zit nog net zo stil. Dat verveelt Ot. Hij gaat weg. Ha, daar is Sien. Ze mag weer bij Ot in de tuin. Wat is Ot daar blij om? Ben je niet meer ziek? Vraagt hij. Nee, zegt Sien, ik ben weer beter. Ot geeft Sien een hand. Kom maar, zegt hij. En hij loopt langzaam met haar om het grasveld. Want hardlopen en spelen, dat mag nog niet, hè, Sien? Moeder staat voor het raam in de keuken en ziet wat Ot doet. Wat is die lief voor Sien? Ze lacht blij. Kijk, daar is de ton, zegt Ot. Maar je mag er niet in, hè? En daar is de boom. En daar is het hek. Maar het rek is weg. Ot laat Sien alles zien. Nu loopt hij met haar naar de hoek van de tuin. En wat zoekt hij daar? Het web. Daarstraks zat er nog een mooi web. Maar het is er niet meer. Wat jammer. Ken je een web, Sien? Nee, zegt Sien. Ze weet ook niet wat Ot bedoelt. Ken je dan wel een spin? Ja, een spin kent Sien wel. Wacht eens, wat loopt daar? Dat is een spin. Maar het is niet die van laatst. Die was veel groter. Kijk gauw, Sien, anders is hij weg. Sien kijkt even, maar ze trekt haar hoofd weer terug. Ze is een beetje bang voor de spin. Het is een gek beest, zegt ze.